Juf denkt dat ik maar zit te kliederen. Zo, ik heb echt mijn best op gedaan. Ik heb een plattegrond gemaakt van de woestijn voor Jezus. Zodat hij zijn ouders weer terug kan vinden. Ik bedoel, ik snap dat. Maar de juf snapt er niets van. Terwijl zij het verhaal heeft verteld. Achter hetgeen je kunt waarnemen, ligt nog een enorme wereld. Van kennis en geestelijke rijkdom, maar voor slechts enkele zichtbaar. Naomi, dit gedicht was jouw inspiratie eigenlijk tijdens je hele opleiding. En je noemde het ook in je afstudeeronderzoek. Kan jij vertellen, wat heb je eigenlijk gedaan in je afstudeeronderzoek? In mijn afstudeeronderzoek ben ik op zoek gegaan naar de levensbeschouwelijke wereld van het kind. Door met kinderen in gesprek te gaan aan de hand van hun tekeningen. Ik heb een bespreekwijze ontwikkeld. En daarin heb ik een aantal vragen staan die een bepaalde onderwerpen hebben waarmee je met kinderen in gesprek kan gaan over wat ze hebben getekend, over wat ze daarbij voelden en wat de diepere gedachte is achter die tekeningen. En daarmee kwam ook naar voren dat kinderen juist hele duidelijke beelden hebben van hoe het bijvoorbeeld in de hemel is als iemand naar de hemel gaat, hoe het er daar uitziet, hoe iemand zich daar voelt. En daardoor kwam eigenlijk ook wel naar voren dat kinderen een soort van heel gelukkig beeld hebben van iemand die is overleden. En dat iemand daar eigenlijk ook heel gelukkig kan zijn. En hoe ze dat ook vertellen, komt dat ook echt naar voren. En dan zie je ze stralen en je ziet dat ze het gewoon eigenlijk voor zich zien. Dat bijvoorbeeld de dierenhemel naast de mensenhemel is en dat de mensen de dieren uit de dierenhemel halen en hoe gelukkig de dieren allemaal bij elkaar in de dierenhemel zitten. De bespreekwijzer van Naomi heeft een aantal lagen van vragen. 1. Wat heb je eigenlijk getekend? Zo begint het gesprek aan de hand van wat concrete tekening. 2. Is het je gelukt om dat te verbeelden wat je eigenlijk in je binnenwereld zag? 3. Je vraagt naar de gevoelens. Wat voelde je toen je dit aan het tekenen was of als je denkt aan deze tekening? 4. Wat is eigenlijk jouw plaats in deze tekening of jouw relatie met deze tekening? Wat heeft die met jou te maken? En 5. Daar proberen we om de tekening in een verhaal te plaatsen. Wat is er hiervoor gebeurd? Wat gebeurt er hierna? Wat zou je kunnen doen? Of ook een hele leuke vraag was, wat zou God in deze tekening kunnen doen? Zo help je kinderen niet alleen om hun woorden te vinden voor hun binnenwereld, maar ook om handelingen te bedenken. Hoe zou ik met deze emoties om kunnen gaan? Ziet ze dan niet wat het is? Ik heb een plattegrond gemaakt van de woestijn voor Jezus, zodat hij zijn ouders weer terug kan vinden. Ik bedoel, ik snap dat, maar de juf snapt er niets van.